Ook onder de meeuwen lijkt de aanwezigheid van de buizerd als een lopend vuurtje te gaan. Alleen al de verschijning van de vogel en de valkenier is voor de meeuwen voldoende om te vertrekken. Er riep al iemand, ze zijn met bouwvakvakantie. Ja, klopt. Ja. Tot nu toe moet ik zeggen, de reacties zijn allemaal zeer positief en we zijn nu de derde dag bezig en het resultaat schijnt verbluffend te zijn. De meeuwentamtam werkt snel. Niet alleen de meeuwen in de straat vertrekken, maar in het hele gebied eromheen waarschuwen de vogels elkaar voor het gevaar. Wat gebeurt er nou als je hem laat vliegen nu? Nu niet zoveel, dan gaat hij gewoon ergens op de dakrand zitten, want hij weet zelf ook wel dat dit, ja, daar kan hij niks mee. Ik bedoel, het is niet dat als hij er nu achteraan gaat dat hij een meeuw zou kunnen pakken. Dan zie je dat er nog harder gegil gaat worden. En de vroege vogels onder de Schiedammers zagen vanochtend dat het goed is. Hij mag bij mij thuis ook wel komen. Ja? De meeuwen wegjagen, ja. Waar is dat? Rotterdam-Zuid. Ja, die beesten kunnen er niks aan doen. Ik denk dat de mensen de zakken te vroeg buiten zetten, s'avonds. Dus dat, dit is wel een mooie manier van bestrijden. Voorlopig is de valkenier voor 6 weken ingehuurd. Daarna beslist de gemeente, afhankelijk van het succes, of de valkenier een vaste plek in het Schiedamse straatbeeld krijgt.